Focus hier en leuk dat je kijkt naar de nieuwe video. Salaris is vaak een interessant onderwerp. Al merk je wel vaak dat er niet veel over wordt gesproken, omdat heel veel mensen denken, ja, dat is toch privé. Vandaar dus dat ik in deze video wat data in ga duiken om aan te kunnen geven van waar verdienen mensen het meeste geld, wat is het gemiddelde salaris, wat is het modale salaris. Dus laten we snel beginnen met de video. In het dagelijks leven merk je nog steeds dat weinig mensen er open voor staan om hun salaris te bespreken. Je ziet het zelfs op de werkvloer, terwijl dat natuurlijk positief kan uitpakken. Want als jij weet wat je collega's om je heen verdienen die precies hetzelfde werk doen en hetzelfde aantal uren maken, dan kan je natuurlijk aan het einde van het jaar, als er bijvoorbeeld een gesprekje plaatsvindt met je leidinggevende, kan je natuurlijk aangeven, hé, ik wil dit verdienen, want Piet en Henk die verdienen dat ook. Maar alsnog merk je dus dat er eigenlijk een taboe heerst op het salaris. En dat is natuurlijk wel jammer, maar aan de ene kant is ook wel weer begrijpelijk. Want je wilt natuurlijk niet zomaar alles delen van hoe je er precies voor staat, maar dat kan bijvoorbeeld op de werkvloer natuurlijk ook nog eens goed uitpakken. En in Nederland is er natuurlijk sprake van het JAN-modaal, dan is er sprake van een doorsnee inkomen. En in 2022 valt dat uit op 38.000 bruto op jaarbasis. En netto zal dat qua maandsalaris uitkomen op 2500 euro per maand. En daar is natuurlijk best wel wat groei in te zien, want het jaarsalaris nu is dus 38.000 euro. In 2017, 5 jaar geleden, was het 34.000 euro. Dus in 5 jaar tijd is het JAN-modaal met ruim 10% gegroeid. En je moet wel weten dat het natuurlijk bruto is en hier zit ook nog eens vakantiegeld bij. En dat is natuurlijk een goed salaris. Stel je voor, je krijgt het voor elkaar om ergens te werken en je houdt een JAN-modaal salaris over. Dan is 2500 euro netto per maand. Dat is natuurlijk een salaris waar je prima van kan rondkomen, al helemaal in je eentje. Stel je voor, je hebt een partner die werkt ook nog, dan wordt het natuurlijk nog wat makkelijker. En modaal is natuurlijk niet een gemiddelde. In deze video wil ik vooral eventjes inspelen op het gemiddelde salaris, om te zien van wat zijn nou de gemeentes waar het meeste geld wordt verdiend, wat zijn de gemeentes waar het minst wordt verdiend en wat houdt dat nou bijvoorbeeld in op de huizenmarkt, van kom je ergens nog in aanmerking met een modaal salaris. En een gemiddelde, dat geeft soms wel een vertekend beeld, daar kan je natuurlijk niet omheen. Want stel je voor, je doet een onderzoek, laten we voor het gemak eventjes uitgaan van 10 deelnemers, 9 mensen verdienen 50.000 bruto per jaar en 1 persoon verdient 10 miljoen per jaar, dan is er sprake van een gemiddeld inkomen van 145.000 euro. Dan zijn er dus 9 mensen die denken, oh, ik verdien minder dan het gemiddelde inkomen. Dus dat kan wel eens een beetje een vertekend beeld geven, want er zijn inderdaad gewoon heel veel Nederlanders die heel veel salaris verdienen. Maar bijvoorbeeld de Nationale Beroepengids geeft aan dat er Nederlanders zijn die een maandsalaris hebben van 1 miljoen bruto. Nou, dat zorgt natuurlijk voor dat het gemiddelde flink omhoog wordt getrokken. Want laten we dan maar gelijk inderdaad eventjes doorgaan op wat zijn nou de gemeentes waar het meeste geld wordt verdiend. Nou, dat zijn dan wel een beetje de bekende namen. Want je ziet namelijk een Wassenaar, een Bloemendaal, een Laren, een Blaricum. Dat zijn natuurlijk allemaal de gemeentes die de laatste jaren natuurlijk al vaak voorbij komen. Als je het hebt over de gemeentes met het hoogste gemiddelde inkomen per inwoner. Wassenaar staat dus op nummer 1. Dit zijn wel cijfers vanuit 2020, want je merkt vaak dat dit soort data niet heel erg up-to-date is. Bijvoorbeeld data vinden uit 2022, dat gaat je waarschijnlijk pas lukken in 2024. Maar in 2020 was er een gemiddeld bruto jaarsalaris in Wassenaar van 44.600 euro. En dat is natuurlijk meer dan het JAN-modaal van 38.000 euro in 2022. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar wat zou het gemiddelde inkomen zijn van Wassenaar in 2022, zal het me niet verbazen als bijvoorbeeld 46.000 of 47.000 euro is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wonen in Wassenaar die helemaal geen werk hebben. Want er zijn natuurlijk ook gewoon situaties dat er bijvoorbeeld sprake is van een gezin en dat er eentje werkt en de ander blijft thuis voor de kinderen. Dus als we puur kijken naar een inkomensontvanger, dus daadwerkelijk iemand die werkt, dan kom je uit op een gemiddeld salaris voor Wassenaar van 59.500 euro. Dus natuurlijk fors meer dan het JAN-modaal salaris. En je moet natuurlijk ook nog eens weten, als we kijken naar Wassenaar, zijn er ook natuurlijk heel veel mensen die gewoon ergens parttime werken. Dus het mag duidelijk zijn, in Wassenaar wordt er gewoon flink geld verdiend. En dat geldt natuurlijk ook voor de andere topgemeentes. Logischerwijs is dat natuurlijk wat minder, want als we kijken naar het gemiddelde salaris per inkomensontvanger in Bloemendaal, kom je uit op 57.200 euro. Laren is dat 55.000 euro. In Blaricum is dat 53.400 per inkomensontvanger. In Heemstede is het 51.000 euro. Dus dat zijn gemeentes waar natuurlijk grof geld wordt verdiend. En het is natuurlijk niet zo gek in dat soort gemeentes dat je daar inderdaad ook ziet dat daar de mooiste en logischerwijs de duurste huizen staan.
En als we dan even voor het gemak Wassenaar erbij pakken, de nummer 1, dus dat is €44.600 per inwoner. En we vergelijken het met de gemeente met het laagste gemiddelde inkomen per inwoner, dat is Urk, dan kom je uit op €20.400 per inwoner. Dus de gemiddelde inwoner van Wassenaar verdient minimaal het dubbele. En als we kijken naar per inkomensontvanger, dan is er sprake in Urk van een gemiddeld salaris van €29.500. Dus de inkomensontvanger in Wassenaar verdient gemiddeld gezien 2 keer zoveel als een inkomensontvanger in Urk. In die topgemeentes, daar zitten natuurlijk ook de grootverdieners die er dus voor zorgen, als we kijken naar heel Nederland, dat het gemiddelde inkomen behoorlijk omhoog wordt getrokken. Want als we namelijk ook even een blik werpen op de verdeling van het gemiddelde inkomen per gemeente in Nederland, mag natuurlijk wel duidelijk zijn dat er maar een klein groepje boven de €32.000 verdient. Dat is namelijk 8,4%, maar dat is dus wel het gedeelte wat ervoor zorgt dat het gemiddelde inkomen zoveel hoger uitvalt. Want als je namelijk heel veel mensen hebt die boven 100.000 of €200.000 gaan verdienen, dat zorgt natuurlijk voordat het gemiddelde inkomen veel hoger uitvalt. Want 75,3% van de gemeentes heeft een gemiddeld bruto inkomen van tussen de €24.000 en €30.000. Dus als we dan bijvoorbeeld kijken naar het Jan Modaal van €38.000, zullen natuurlijk heel veel mensen onder dat Jan Modaal verdienen. En als we kijken naar het Jan Modaal salaris in 1980 en 1990, wat op dat moment de koopkracht was, was het duidelijk dat iemand die Jan Modaal verdiende, heel relaxed kon leven. Die had het financieel helemaal in orde. Maar je ziet vooral 2022 en 2021, dat er ook heel veel mensen zijn met een Jan Modaal salaris, dus van 38.000 bruto per jaar, die op dit moment financieel het gewoon zwaar hebben. Dat heeft dus mee te maken dat we een torenhoge inflatie meemaken. Dus ook al klinkt het heel leuk, een Jan Modaal salaris, je merkt dat er steeds meer mensen met zo'n salaris op dit moment ook financieel het zwaar beginnen te krijgen. Dus je merkt eigenlijk de afgelopen 10 à 20 jaar dat het Jan Modaal salaris natuurlijk nog steeds blijft groeien, maar als we puur kijken naar de koopkracht, dan zie je dus daar wel een stagnatie in. Vooral in de jaren 80 en 90 zag je dat het koopkrachttoename gigantisch was. En als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de laatste 10 à 12 jaar sinds de kredietcrisis die begon in 2009, zie je dat de koopkrachttoename voor Nederlanders behoorlijk afneemt en een Jan Modaal zal er natuurlijk ook last van hebben. Natuurlijk zijn er allemaal verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je financieel sterker komt te staan, dat je niet alleen maar afhankelijk bent van wat je elke maand binnenkrijgt, door bijvoorbeeld te gaan sparen of inderdaad te gaan beleggen voor je financiële toekomst, maar dan kijk je wel vaak naar de lange termijn. Het is dus niet zo als je nu gaat beleggen dat je binnen 3 jaar financieel helemaal onafhankelijk bent geworden of je moet echt een mega salaris verdienen, maar je merkt dus wel dat steeds meer mensen in een situatie komen dat ze een salaris verdienen wat net genoeg is voor de vaste lasten. Mocht je trouwens op zoek zijn naar een platform om te gaan beleggen, ik beleg bij de Giro en bij Bux en voor beide loopt er een actie via de link in de beschrijving. Want als je bij de Giro registreert voor 30 november, krijg je gemaakte transactiekosten tot en met 31 december terug met een max van €100. Zie deze video na 30 november, je kan altijd nog een poging wagen om via het linkje te kijken of er een andere actie loopt. En als je via de link registreert in de beschrijving bij Bux, krijg je bij registratie een gratis aandeel en dat kan oplopen tot liefst €200. Ik zal voor beide in de beschrijving een linkje achterlaten. En als je besluit te registreren via de linkjes, maak je dus gebruik van de actie. Daarbovenop steun je ook nog eens het kanaal, want ik krijg een vergoeding voor deze samenwerking. Kost jou niks extra's, maar kan ik dit soort video's wel blijven maken en zal ik natuurlijk altijd waarderen. Goed, laten we eventjes opengaan op wat meer data. Het is natuurlijk bekend, het Jan Modaal salaris is €38.000 bruto. Dus dan kunnen we even een blik werpen van wat is er dan mogelijk op de woningmarkt. Want het mag duidelijk zijn, iedereen heeft graag een eigen huis. Natuurlijk, een huurhuis is niks mis mee, maar dan accepteer je eigenlijk wel het feit dat je de rest van je leven huur blijft betalen. Maar als jij op jongere leeftijd het voor elkaar krijgt om een koopwoning te bemachtigen, dan ben je natuurlijk echt je eigen huis aan het afbetalen en dat stopt natuurlijk een keertje. Ligt natuurlijk aan je eigen looptijd, kan 10, 20 of 30 jaar zijn, maar je bent daadwerkelijk aan het afbetalen, terwijl bij het huurhuis natuurlijk niet het geval is. Dus als we er bijvoorbeeld eventjes het hypotheekberekentool erbij pakken van de Rabobank, dan kan je natuurlijk heel eventjes snel inschatten van wat is er mogelijk. Natuurlijk is dit niet 100% vast, want iedere situatie is natuurlijk anders. Zijn mensen die bijvoorbeeld hebben een studieschuld, et cetera, of die hebben nog veel eigen geld, et cetera. Het is voor iedereen anders, maar het is puur gewoon eventjes het gemak om te zien wat er mogelijk is als je een Jan Modaal salaris verdient. En wat we net hebben aangegeven, 75,3% van de gemeentes heeft een gemiddeld bruto inkomen van tussen de €24.000 en €30.000. Dus het Jan Modaal is voor een groot gedeelte van de bevolking niet eens haalbaar. Maar laten we voor het gemak daar eventjes van uitgaan. Dus dan heb je het over een bruto jaarinkomen van €38.000. Stel je bent
moment alleen staat en je denkt bij jezelf, hey, een huis, dat ik wil eigenlijk wel een huis kopen, een huis huren, heeft op dit moment eigenlijk niet mijn voorkeur, dan kan je dus met een bruto jaarinkomen 162.000 euro hypotheek krijgen. Nou, als je dan 25 jaar teruggaat in de tijd, kan je voor 162.000 euro natuurlijk wel een huisje vinden, maar tegenwoordig is dat natuurlijk niet meer mogelijk, want als we bijvoorbeeld kijken naar 2021, is er sprake van een gemiddelde transactieprijs voor een koopwoning gestegen tot 387.000 euro. En in 2022 is namelijk de gemiddelde transactieprijs zelfs net boven de 400.000 gestegen. Dus het mag natuurlijk duidelijk zijn dat je heel veel eigen geld nodig hebt om inderdaad een eerste koopwoning te kunnen financieren. Oftewel bijna onmogelijk. Het is dus niet zo gek dat je vaak in het nieuws hoort dat heel veel starters niet aan een woning komen. Maar stel je voor, je hebt een partner en die werkt ook gewoon 38 of 40 uur per week en die heeft het ook voor elkaar gekregen om inderdaad een jaarinkomen te hebben van Jan Modaal. Dus 38.000 euro. Wat zal dan inderdaad je hypotheek zijn? Dan begint het inderdaad interessanter te worden, want dan kom je namelijk uit op een hypotheekbedrag van 362.000 euro. Dat is natuurlijk nog steeds lager dan de gemiddelde transactieprijs voor een koopwoning in 2021, maar dan is er nog wel wat mogelijk. Maar dat geeft natuurlijk heel goed aan dat het heel erg lastig is om in de huidige situatie te voldoen aan de vereisten om een koopwoning te kunnen kopen. En ik verwacht dus ook de komende jaren dat steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking terechtkomt in een huurhuis, dat steeds meer koopwoningen worden overgenomen door investeringsmaatschappijen en dat steeds meer mensen genoodzaakt zijn om maar gewoon te huren. En dat is natuurlijk een situatie wat je liever niet hebt, want je wilt natuurlijk gewoon je eigen huisje hebben, je kan dat huis afbetalen, je kan op een gegeven moment, als je een keer komt overlijden, kan je dat huis natuurlijk doorgeven aan je kinderen, et cetera. Dat is natuurlijk echt iets moois om op te bouwen, maar je ziet dus echt door dat koopkrachtverlies de laatste jaren, en natuurlijk ook omdat er heel weinig huizen beschikbaar zijn, dat je merkt dat heel weinig mensen in aanmerking komen voor een hypotheek die voldoende is om een gemiddeld huis te kunnen kopen. Je bent vaak afhankelijk van een behoorlijk eigen zak geld, of bijvoorbeeld dat je het geluk hebt dat je ouders vermogend zijn, of bijvoorbeeld een erfenis, of je moet natuurlijk gewoon een flink jaarinkomen hebben, dat je eigenlijk geen problemen hebt op de huizenmarkt, maar voor een heel groot gedeelte van de Nederlandse bevolking wordt het bijna onmogelijk om een huis te bezitten. En nog een voorbeeld om duidelijk in kaart te brengen waarom de komende jaren waarschijnlijk nog lastiger gaat worden om een huis te bemachtigen. Want als we bijvoorbeeld alleen het salaris erbij pakken van de gemeente met de hoogste inkomen, dus dan heb je het over 59.500 euro per inkomensontvanger in Wassenaar. Nou, als we dat als ze erbij pakken om even aan te zien van wat is het dan mogelijk, dan zie je dus dat je uitkomt op een hypotheekbedrag van 258.000 euro. Dus je merkt dat het heel erg lastig is om inderdaad een koophuis te bemachtigen. Je moet dus echt heel hard aan de slag. Want het is duidelijk, er is gewoon veel eigen geld nodig. En hoe je dat eigen geld opbouwt, dat is natuurlijk voor iedereen anders. Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat je gift krijgt bijvoorbeeld van je ouders. Maar ja, dan ben je natuurlijk een beetje afhankelijk of je daadwerkelijk ouders hebt die in de financiële situatie zijn om zo'n gift te kunnen doen. Om je inderdaad te helpen aan zo'n eerste koopwoning. Je kan natuurlijk ook denken vanaf je 18e, ik ga sparen of ik ga beleggen. Om ervoor te zorgen dat ik misschien op mijn 30ste of mijn 35ste in staat ben om een koopwoning te bemachtigen. Maar het mag wel duidelijk zijn dat er een meerjarenplan voor nodig is om inderdaad in aanmerking te komen voor een hypotheek. Kijk, heb je een partner, dan is het natuurlijk allemaal wat makkelijker, want als we bijvoorbeeld eventjes inderdaad uitgaan van het hoogste inkomen per inkomensontvanger in Nederland, dat is een Wassenaar van 59.500, en de partner bijvoorbeeld denkt, nou weet je wat, ik zal ervoor zorgen dat ik nog een parttime baan heb en dat zorgt voor een bruto jaarinkomen van 20.000 euro, dan is er natuurlijk al veel meer mogelijk, maar dan hebben we natuurlijk wel een voorbeeld van een gemeente waar gemiddeld gezien het meeste wordt verdiend. Dus dat is natuurlijk ook wel een beetje een scheef voorbeeld. Dus dit is eigenlijk ook een beetje video om inderdaad informatie te delen van wat is nou het modale inkomen, wat is nou het gemiddelde inkomen en wat heeft dat nou voor effect bijvoorbeeld op de huizenmarkt, om een beetje in kaart te brengen van dat je eigen persoonlijke financiën echt serieus moet nemen en dat dus ook een heel belangrijk onderdeel is van je toekomst. En hoe langer je wacht met het opbouwen van je financiële toekomst, hoe moeilijker het wordt. Dat is natuurlijk ook zo in het beleggen. Of jij 20 jaar kan beleggen of 40 jaar, dat zorgt op het eind voor een gigantisch verschil in eindresultaat. Dus het zal nog steeds lastig zijn. Ik ga natuurlijk niet zeggen van nou, als je 5 jaar belegt, dan heb je alle keuze uit een koopwoning. Maar het mag wel duidelijk zijn als je een gemiddeld salaris verdient, dat je echt wat moet ondernemen om uiteindelijk een keer in aanmerking te komen voor een hypotheek.
Voor nu kwam wel het einde van deze video. Mocht je vaker van dit soort video's willen zien, vergeet dan zeker niet te abonneren. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie je graag terug bij een volgende video. Later.